Ja, dames en heren, u zal het niet willen geloven. Maar de donk is met zijn zus. Dit is zus, hallo zus. En dit is die achterlijke zwager van me, die zit weer te kloten met zijn runkeeper. Je hoort het, de man is al opgegeven. Het is geen Italië, maar... Het is geen Italië, maar we zijn aan het fietsen. De temperatuur is redelijk. En ja, natuurlijk een mooi uitzicht. Oh ja, ja, kijk, dit zijn onze bolides. Ach, mevrouw Ingeborg Meijer, kijk mee, gezellig. Hallo, hallo mevrouw Meijer. Dag, schone zuster. We zijn nog niet in beeld, we zullen even kijken. Kijk, mafklappers. Dag, schone zuster. Wij ook van jou hoor, in de mafklappers. Ach, mevrouw Kitty Poldervaart is er ook weer, gezellig. Mevrouw Singels is er weer. We hebben weer een drukke boel hier. Maar het is nog steeds lekker, we waren hier gebleven. Oh ja, oh ja, ja. Zo, kijk, met een hoop zootje van dat onkruid gerotzooi. Martin Donkersloot kijkt ook, het is niet te geloven. En ik heb nog even een zwakke verbinding ook. Nou, dan, je bent nu niet aan het fietsen, Jokkebroekje. Nee, natuurlijk niet. Activiteit hervat. Ik heb een beetje een halte kontje weer. Je weet, ik heb hele tere billen. Daarom moet dus ook altijd gemasseerd worden. Kijk, activiteit gepauzeerd. Het is gezellig en dan gaan het wij nu weer. Het is toch mooi? En het is mooi, zegt ze. Dus ik ga nog even een slokje water nemen. En dan gaan wij verder over het Vierbruggenpad. Gaan wij weer door. Prutverbinding. Goedemiddag. Kan ik ook niet helpen, lieve schat. Femke Forst, ook welkom in het pand. In de natuur. Want de natuur moet ze lopen hebben. En dat kennen wij billeken. Dan moet je piezen. Nee, ik moet niet piezen. Omdat je de natuur wil benadelen. Marion laat wat vallen. We weten nog niet wat. Een oorbel. Dat is het. Een oorbel. Vallende oorbellen brengen geluk, zullen we maar zeggen. Dames en heren, ik groet u allen bijzonder hartelijk. Tot de volgende. De mazzel. Nou ja, dames en heren. Hou even je kopje. Goedemiddag, daar zijn we weer. Het was gezellig. Het is nog mooi weer. Kijk maar, het is hartstikke blauw. We gaan naar uien rapen. We gaan nog even kijken of we nog wat uien kunnen vinden. Hele winter gaan we uiensoep eten, hè? Arme snoepers. Want deze rode uien, die zijn natte scheten. Ik zeg geen natte scheten. Oh, ik schrok al. We gaan zo een eend schieten, want een die maffe zwager van mij zou een bok schieten, maar dat doet hij zijn hele leven al. Hij schiet er weinig mee op, want die krengen zijn niet tevreden. Kijk, daar zitten met twee liefjes. Begrijpt u nou waarom ik 10 meter fiets? Want dat doen we natuurlijk. Hè. Daar weet u niet bij hoor. Daar wil je nog niet dood naast gevonden worden. Ik heb het van jou geleerd, hè? Nou, ze hebben het van mij geleerd. Dus we gaan zo weer even naar dat veldje. Hoop ik dat ik dat kan laten zien. Nee, dat is logisch. Ja. Kijk, hier, daar achterin ziet u dat veldje. En daar zijn ze aan het rode uien geweest. Rode uien. Klinkt dat? Ja, dat klinkt. Maar de kleintjes die laten ze liggen, maar die zijn zo scherp als een hoerentoeter. Dat kan ik je beweren. Ja, die kleine rode uitjes. Oh, die zijn zo scherp als een hoerentoeter. Ja. Als het darmkanaal nog niet schoon is, dan is het darmkanaal dan al wel schoon. Wat is een hoerentoeter? Een hoerentoeter, dat is een hoer met een toeter. Die mogen ook niet meer op barkrukken zitten, want dan zakken ze eroverheen. Maar hebben we. En daar krijg je ze scherp in de bananenbar. Scherp, ja. Ik heb op tv gezien, de bananenbar. Een poes met scheermessen. Gaat het ergens over hier? Je houdt het niet voor mogelijk. Het lult me door. Het lult. Ja, hoort weer, jongen. Het lult me door en het lult me door. Nou, ik zal een selfie maken. Zij gaat een selfie maken. Nou, dat gaat me een klap geven, hoor. Of wordt het een onzie? Ze gaat een selfie maken. Het duurt even, ja, maar dan heb je kop dichterbij komen. Kijk daar allemaal. Oh, dames en heren, gezellig. Kijk, daar is de selfie. Ja. Hey, dit is een onsie. Oh, dit is een onsie. Maar, we hebben onderkinnen. We hebben onderkinnen. Die krijg ik toch niet meer weggewerkt. We moeten iets omhoog kijken. Oh. Oh, ze steken. Ze steken. Ze schieten. Ze smelten de kaarsen. Wacht. Ja. Wacht even. Wachten nog. Pizza. Ze is de selfie kwijt. Ze is hem even kwijt. Ze is hem al jaren kwijt. Ze hebben we allemaal overigens. Dus. Ja.
Kijk, daar gaan ze weer. Omhoog kijken. Omhoog kijken, kijk in de zon, dan zie je daarna geen aap meer. Ja, het was gezellig. Hoppatee. Zo, hè? Ik zie gelijk sterretjes nou, met de zon. Ik ga weer even bij liggen komen. Ik sta er niet op. Nee, oh, dat komt daar mis je ook niks aan. Ik wens u nog een aangename dag. Dan zie je bij mij één onderkind. Dus. Ja, nou ja. Heb je die andere vijf toch erbuiten weten te halen? Kom op. Oh, nog een keer. Nou, hup. Dan gaan ze weer naar boven kijken. Kin wegplooien. Hé, je staat er niet op, uil. Lipjes getijd, borstjes vooruit. Kom op. Duurt uren, echt. Hé, hey, er komt een wesp langs. Ja. Krijg een slecht weer morgen. Nou, kijk, ik sta erop. Ja, ik sta erop. Ja, staan we erop. Ja, naar boven kijken. Onderkin weg, zo. Hé, hey, meneer Haarsma, ook weer in het land. Je huurdie buurdie, snikke buurdie. Gaat het een beetje, Haarsma? Hij heeft een verslaving. Ja, dit vind ik echt vind ik heel mooi. Ja. Maar ik ga jullie groeten met handen en voeten, maar niet met mijn knie, want die doet het even niet. Doei! Doei. Zo zitten we dan op de fiets. Onderweg naar huis, want het begint te betrekken. Het mooiste weer is geweest. En meteen beminde die dit weer achterlijk te doen daar op die fiets. Ah, dat gaat wel. De grote roerganger fiets voorop. Want we komen nu langs het huis waar mijn zus al jarenlang in de staatsloterij meespeelt en dat ding dat staat nog steeds te koop. Maar ze heeft nog niet genoeg bij elkaar gewonnen. Heb je nou al wat geschoten? Ja, ik heb een bok geschoten, net jij is mijn zwaar. Jij moet een beeld schieten. Nee, ik ben je huis aan het filmen want jij ging winnen, weet je nog. Ja. Schiet me niet op, ik vond deze ook wel aardig. Zou ik ook wel kennen wonen. Dit is me weer iets te modern. Vind ik niet echt een succes. Maar als je het in je schoot geworpen krijgt, who cares? Zo. De paarden op de laan in. We gaan gewoon verder. Hallo Annemiek. Dit zijn wij. Fabian ook aanwezig. Oma Thea ook aanwezig. Wij, meneer Hoen. Oude stoomlocomotief gek ook aanwezig. We gaan gewoon verder. Ja, dames en heren, daar zijn we weer. We zijn hier op het Stanslandgoed, de boerderij, de Kemphaan. Even kijken naar onze toekomstige rendang en smoortjes en biefstukjes en tenderlandjes en weet ik veel wat. Kijk, daar staan ze allemaal, die lekkertjes. Ze hebben het hartstikke druk met eten. Je zou er honger van krijgen, hier staat een heel mooi exemplaar. Die is ook druk bezig. Hallo koe. Dat doet een beetje naar uw zin hier. Ah, gaat wel. Oh ja, ja. Gezellig. Kijk, en die twee andere koeien die staan ernaast. Zie je? En een hol dat we hebben. Oh ja, ja. Dus hebben die ook even geïnspecteerd. Ze zijn allemaal gecontroleerd. Ingeborg is bijzonder gecharmeerd van alle mussen die door de stront heen lopen. En daar zijn twee stiertjes die het niet helemaal met elkaar eens zijn. Die liepen daar een beetje te sodemieteren. Hey, wat doen we daar? Het is zondag. Doe je even rustig. Ingeborg die heeft het meteen weer over zijn ballen. Ja. Ballen als kanonskogels, zullen we maar zeggen. Hervat. En de activiteit is ook weer hervat. Kijk, deze is erg beleefd. Die denkt, je kan maar wat. Talk to the face. Er is een grote bruine snoepert. Activiteit gepauzeerd. Ingeborg is helemaal onder de indruk van de ballen. Ja. Daar krijg ik complexen van. Ja. Kijk, zij vindt het wat die joekeloeren ze daar hoor. Ja, dat hangt allemaal zo rottig op. Als de klok van Arnhem-Muiden. Ja, ding dong. Het zijn vast geen kerstballen. Nou, dan kan je niet meer fietsen met zulke. Maar met zulke ballen kun je niet fietsen, zegt mijn zus. Je lichaam
Of je moet ze samen in de gat hebben. Of zij de verstand van huis. Hey Rob, ga jij die beesten even uitleggen hoe ze moeten fietsen met die hangballen? Hij is wel lief normaal gesproken hoor. Kijk, hier, daar gaan ze. Activiteit hervat. Die zijn het echt niet eens met elkaar. Kijk, wat moet je nou? Volgens mij wordt gewoon... Activiteit gepauzeerd. Er wordt dan gewoon overlegd, je stinkt uit je bek. Ja. Zo, nou daar. Het is weer even tijdelijke wapenstilstand. Ik gun jullie weer alle hartelijk. De mazzel.